Van oudsher is het kunstrijden helemaal geen sport voor ons land. Wij deden aan schoonrijden, vaak in paren, zwierend over de plassen. Dat was sierschaatsen bij ons. En pas kort voor de oorlog, en toen weer erna, kwam een buitenlands soort sierschaatsen bij ons binnenwaaien. Malligheid voor de meeste toeschouwers, met verplichte kuren en figuren. Maar een enkeling raakte gegrepen. Twee meisjes sloegen aan het trainen, tot zelfs het Nederlands Olympisch Comité niet langer om ze heen kon. Mijn vader is ooit ijsdanskampioen van Nederland geweest. Dus hij vond het een prachtige sport. Toen ik een jaar of 10, 11 werd, toen werd het wel serieus, ja. En dan ging ik 's morgens vroeg, maakte als het ware zelf de ijsbaan open. En ik tekende mijn figuurtjes. En dan ging ik naar school. En dan kwam ik 's middags nog een keer en soms 's avonds ook nog een keer. De verplichte figuren maakten de dienst uit. Wij zaten per dag 4, 5 uur alleen op die verplichte figuren. Nou, 3, 4 uur. Ja. Dus dit was uitgetekend op het ijs? Nee, dat deden we zelf. Dat moest je zelf doen. Niet te geloven, hè? En daar kon je uren op oefenen, want er ging altijd wel wat fout. De Haagse Johan Haanappel was in zeer goede vorm. Bij de verplichte figuren had ze al een punt een voorsprong gekregen. En de vrije figuren waaraan ze hier bezig is, deden die voorsprong nog groeien, zodat ze tenslotte niet meer bedreigd kon worden. En daarmee ging de titel dus naar Johan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar. Joan en Sjaak ontliepen elkaar niet veel. Maar Joan was een jaar ouder en had een jaar langer gereden en had een jaar langer ervaring met de verplichte figuren, wat erg tijdrovend is. En dan werd zij kampioen en Sjaakje tweede. En dat heeft Sjaakje eigenlijk gestimuleerd om zich eroverheen te vechten en nog een beetje meer de best te doen. En dat is er ook gelukt uiteindelijk. Dat waren echt hele leuke kinderen die goed met elkaar konden opschieten en elkaar ook hielpen. Bij de Olympische Spelen van 1956 vallen de meisjes nog buiten de prijzen. Maar in de jaren daarna gaat het hard. In 1958 haalt Joan Haanappel bij het EK al brons. In een tijd dat Nederlandse sporters nog nauwelijks met medailles thuiskomen. Zo bouwen de verwachtingen zich op. Vooral voor Joan Haanappel, die van de twee het grootste talent lijkt. Nou, ik word er altijd heel verdrietig van, dus ik vind het dan niet zo leuk om die beelden terug te zien. Dus je ziet hoe al een moeizame kijk. De volgende läuferin is Joan Haanappel, Nederlanden. Het werk is bereid, Sjaakje Dijkstra. Ik had niet eens op mijn best hoeven te rijden om Europees kampioen te worden. Dit is dus natuurijs, hè? Ja. Nog. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, dan gaat hij hoor, de eerste huppakee. Mijn probleem daar was dat het zo voor het oprapen lag en dat er was heel veel Nederlandse pers die eigenlijk al aan het vieren waren, als het ware. En eigenlijk de champagne al opgemaakt hadden van de eerste titel voor, voor Nederland. En dat, ja, dat ik kan het verder niet uitleggen. Je gaat er al en denkt van nou moet ik het alleen nog even waarmaken. Ja, niet dus. Ik heb zo'n deuk opgelopen daar. Davos was effectief voor mij het einde eigenlijk van mijn amateursportcarrière. Het zelfvertrouwen was compleet weg. En dan stond ik op de muziek te wachten op het ijs. Na al die wedstrijden daarna. En dan echt stond ik daar van, nou ik kan het toch niet. Joan was het elegante type en het sensibele type.
was ook gauw vlugger uit de balans, zou ik kunnen zeggen, van dat de zenuwen aparte speelden. En bij Schalk speelden de zenuwen een goede rol. Joan Haanappel neemt in 1960 afscheid van de wedstrijdsport. Teleurgesteld stapt ze over naar de professionele ijsshow. Schalkje kon natuurlijk heel goed tegen druk. Die liet zich ook niet afleiden. Hè. Ik was natuurlijk heel makkelijk afgeleid en zo en dat soort dingen. Maar dat had zij niet. Ze kon zich veel beter concentreren op de zaak die ze moest doen. En ze was gewoon beter. Oh, de sprongen zijn allemaal zo vast en zo steeds, zo veilig. Het publiek was fantastisch. Het was echt uitverkocht. De mensen waren wild enthousiast. Mijn ouders vonden het natuurlijk ook fantastisch. Maar mijn vader zei van ja, nou is het wel welletjes. En ik denk dat we nou maar eens gaan kijken dat je wat geld gaat verdienen en dat je naar een ijsshow gaat. Toen zei ik nou nee, dat geloof ik niet. Want ik wil toch wel proberen nu ook bij de Olympische Spelen een medaille te winnen. Nou had ik de wereldtitel, dus dat vond hij wel genoeg. Maar ja, ik niet. We hebben in enkele persorganen berichten gestaan, al zou je er langzamerhand wel genoeg van hebben, want daar komt toch wel wat opoffering bij te pas om deze prestatie te bereiken. Daar is niets van waar. Je gaat door. Opofferingen zijn het niet als je het met plezier doet. En je doet het steeds met plezier. Ja, anders en je gaat het graag nog een poosje door. Heel graag. In de stad Innsbruck deed Schalkje Dijkstra wat zij zelf hoopte en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel. In een perfecte kuur liet Schalkje haar hele arsenaal van sprongen zien aan een enthousiast publiek van 11.000 mensen, onder wie de koningin, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Margriet. Toen daarna kreeg ik dus de ridder in de orde van Oranje Nassau. En mijn vader kwam toen te overlijden. En die heb ik eigenlijk gekregen een dag voordat mijn vader werd begraven. En ja, dat vond ik wel erg jammer. Want dat is iets wat hij altijd gehoopt had dat ik dat zou krijgen. En dat heeft hij dus niet meer meegemaakt. En dat vind ik wel heel erg jammer. En ja, door zijn dood ben ik eigenlijk ook gaan denken, ja, wat moet je voor de toekomst gaan doen? Ik had nog graag de wedstrijden verder willen doen. Maar ja, medailles kan je niet opeten. Toen ben ik naar de ijsshow gegaan. Het echt gezellig gehad. Dus dan is er natuurlijk niet de spanning en niet geen rivaliteit. Je krijgt gewoon een plek in die show en dat doe je dan iedere keer. Je doet je nummer en klaar. Eindelijk echt samen. Het meisje met het goud en het meisje zonder. Schalkje en Joan, lang voor Art en Casey. En misschien wel groter dan die twee. Art en Casey werden nationale helden. Schalkje en Joan, internationale. Wil je meer? Abonneer.